En ik heb ook bed. Ja, ik zie het. Hoi. Wat leuk. Ik heb je gemist. Ik heb je ook gemist. Omdat ik wat dit wordt leuk! Tjus! Zo. Nou, goed vasthouden. Voor de meeste mensen, mijn naam is Richard en ik breng je naar het muziektheater. Hebben jullie er zin in? Ja, nee, ja. Ja. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Minecraft. Ja, Minecraft. We gaan Oceaan. Sporten en zwemmen. Oh, helemaal niet. We gaan naar de klankspeeltuin. Hoe heet het nou? Klankspeeltuin. Kijk, je weet het. Lachen maken. Goed om jullie allemaal te zien. Leuk dat jullie hier zijn. En ik heb het idee dat jullie er al heel veel zin in hebben. Of niet? Ja, ik zie het ook. Ja. Wat wij eerst even gaan doen is een beetje opwarmen. Oké? Okay? Ja. Kunnen jullie dat ook harder? Ietsjes harder? Lukt dat? Ja. We zijn in het muziekgebouw aan het IJ in de Soundlab. En de kinderen kunnen op verschillende apparaten muziek of klanken produceren. Het zijn niet de muziekinstrumenten die ze kennen, zoals een gitaar en piano. Het zijn hele andere muziekinstrumenten en dat maakt het spannend. Kan jij één hand hierop leggen, op die ijzeren? Ja. En met de andere mag je even wat fruit aanraken. Kijk wat er gebeurt. Ik denk dat ze het heel bijzonder vinden. Je zag het al in de bus. Ze waren heel enthousiast. Het is gewoon leuk om samen met je klasgenoten en met de bouw iets te doen. Willen jullie dat proberen? Dan begint Joshua het gesprek. Ai. Ja, goed zo. Selma, wat hadden wij toen we in de kamer daar waren bij de grote gitaarbank? Wat hebben we toen met elkaar gedaan? Hadden we met de gitaar gesproken. Gesproken? Ja. Leg eens uit, hoe spreek je met de gitaar? Laat je een geluidklank zien en dan laat je het weer aan de anderen zien. Het ging heel goed, hè? Ja. Ik vind het zelf ook dat hij heel goed ging. Vind je het leuk om de hele dag zo met de hele groep te zijn en in de bus? Ja, hartstikke leuk. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Hoe vond jij het, Berkan? Goed. Ja, vond je het leuk? Ja. Op welk muziek? Die ene vrouw. Die? Die ene vrouw. Oh. Die ging geven. Ja? Ja. Oké. En kon je er ook goed op spelen? Ja. Wat ik heel bijzonder vind aan deze groep in vergelijking met andere groepen, is dat de kinderen heel associatief reageren op de klanken die uit onze toch wel speciale instrumenten komen. Dus ze horen een bepaalde klank en ze leven heel erg op. Of het is juist een wat donkerdere klank en ze worden er ook echt een beetje treurig van. Dat is heel mooi om dat te merken. Ja, en er was ook heel veel aandacht voor elkaar. We hebben op een gegeven moment op de bank met snaren hebben we echt super mooie gesprekjes met elkaar gevoerd. En iedereen luistert en zat echt zo, wauw, af en toe, weet je, af en toe kreeg je echt het gevoel dat iedereen heel erg in dat gesprek zat. En, ja, het is echt heel bijzonder. Wat vond jij het leukst aan hier? Bam. Wat? De gitaarbank? Ja. Ja? Waar je op die snaren kon spelen? Ja. Als we de financiële middelen ervoor hadden, zouden we het best wel wat vaker willen doen.
omdat de leerlingen het ook wel moeten hebben van ervaring. Deze leerlingen moeten toch dingen ervaren. Hè, en dan leren ze ervan en dat verrijkt toch hun wereld.